bent nooit verloren. Oh, Jeroen, wat zit er te doen? Nou, van harte welkom op het jubileum prinsenbal van de Leemknijers uit Oefeld. Waarvan nou het de 66ste prins van de Leemkuil voor de dag zal gekomen. De jubileumprins van 2024. En wat staat er nog meer op het programma? Nou, we beginnen dadelijk om 8:45 beginnen met de Brabants kampioen Tom praten. Dat is Hans Keres. Daarna gaan we afscheid nemen natuurlijk van prins Gijs den Eerste en prinses Bernice met hun gevolg. Vervolgens krijgen we een prinsentoto en dan om de beide 9:50 gaan we beginnen met het perfecte plaatje. Waar uiteindelijk onze jubileumprins voor de dag zal gaan komen. Ja, het perfecte plaatje. Is dat gebaseerd op het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje? Klopt helemaal, inderdaad. Klopt helemaal. Er zijn filmopnames gemaakt met bekende oefentenaren. En we gaan kijken wie van hun het perfecte plaatje kan gaan maken. Ja, bekende oefentenaren. Zit die ook binnen de Kamersvereniging? Nee, niet één om precies te zijn. Op het vorige prinsbal zijn we een andere weg ingeslagen om de hoofdrolspelers buiten de vereniging te pakken. Ja, die waren toen heel enthousiast. Dit jaar hebben we nieuwe hoofdrolspelers voor Het Perfecte Plaatje. En ook als wij kijken naar de filmopnames is iedereen erg enthousiast om weer mee te doen aan de film. Nou mooi, dat belooft een spannende avond te worden vanavond. Ja, heel veel plezier met jullie prinsbal. Ja, dankjewel. Belooft een topavond te worden. Wie, oh wie, wil de 66ste prins in de Leemkuil, de jubileumprins van 2024. Nou weer het spannend. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk gaat het dan gebeuren. Wie wil de 66ste jubileumprins? Van de Leemkuil, jubileumprins van 2024. Bram de Tweede, wat gaat er nou doorheen? Ja, echt super vet. Echt, de hele tent staat hier vol. Ah, mega gaaf. Iedereen is blij, iedereen staat te springen. Eén groot feest. En jullie zijn een tijdje geleden al gevraagd. En Nicky, ja, hoe is dat precies gegaan? Nou, Bram werd gebeld en die was op zijn werk. En uiteindelijk stond ze bij mij in de straat met beslagen ramen te wachten. Dus was leuk. Ja, wat dacht je toen? Ja, we hadden het echt niet zien aankomen, dus we waren echt heel erg verrast. Ja. Ik zag die kop van Vos Jeroen al bij de beslagen raam zitten. Ik denk, ik weet al hoe laat het is. En toen moest ik Nicky nog binnen gaan halen. En toen, heel schimmig, met beslagen ramen hebben we in Boksmeer op het industrieterrein gestaan. Dus ja, dat was wel waar. Dan zit je samen in de auto, aan de hand moet je er ook nadenken. Ja, we moesten met hun natuurlijk mee de auto in. En dan kregen we de draaiboek en al die dat ding, ja. En dan, blikken bier er al bij, ja, ik had eigenlijk al meteen ja gezegd. Ik wist, toen ik hem zag, toen wist ik het al. Ik denk, er kan niks anders zijn dan dit. Dus ja, mooi. Ja, en dan moet je een paar weken hier onthouden. Hoe is dat gegaan? Ja, wel lastig. Wij wonen natuurlijk allebei naar thuis. Dus ja, ons papa en mam, die waren wel al een beetje aan het vissen. En bij hun thuis ook al. Dat was, het ging. Maar we hebben wel vaak moeten liggen. Ja, Nicky was voor jou ook moeilijk. Je kunt niks zeggen. Tegen Peter had je het niet, tegen je ouders niet. Ja, we hebben veel excuses moeten bedenken. Maar gelukkig is het wel goed geheim gebleven. Welke excuses heb je gehad dan zo? Ja, meestal toch wel dat we naar elkaar gingen. Dus dat scheelt. Ja, jullie hebben nog meer mensen in de hofhouding. Ja, met wie hier het feestje bouwen? Ja, natuurlijk met Adje Lambert en hofdame Senna. En die moesten we natuurlijk ook vragen. Dat was nog een heel dingetje. Want ja, hoe moet dat, hun wonen ook thuis, ja, hoe moeten dan naartoe en moet allemaal geheim natuurlijk. En ik weet, bij Twan Kerst hebben ze een hele hut voor mijn camera's hangen, dus ja, hoe doet het dat dan weer? Nou hadden wij het geluk dat Bert de operatie in de knie had gehad, ze konden op ziekenbezoek. Ja, dat ging goed, ja.
Vanuit het ziekenbed gevraagd. Wat zei je? Vanuit het ziekenbed gevraagd. Ja, toen was hij net denk ik een paar dagen geopereerd. Dus net uit de narcose. Ja, en we hebben als je dat nog over opname. Maar is er nog meer bij jullie? Ja, we hebben dit jaar, ik hoorde al sinds 12 jaar ongeveer voor het eerst weer een naderbij. Onze naad Thomas, ja, die moet natuurlijk overal mee. Die had hij ooit mee beloofd. Ja, belofte moeten we aanmaken. Dus die is er mooi bij, deze carnaval. De 66e prins. Ja, we gaan er een mooi feest van maken, Bram. Ja, wat zijn jouw verwachtingen verder? Mijn verwachtingen? Ik verwacht dat we er een kei mooi jubileumjaar van gaan maken. Niet alleen hier in de club, maar ook in de gigantische tent die gezet gaat worden voor het jubileum. En natuurlijk alle clubs die welkom zijn bij ons, gaan we samen één groot feest maken. Kan niet anders, kan niet anders. En dan een echte prins, die heeft een lijstbreuk. We sluiten af. Wat is je lijstbreuk? Als echte hulpverlener kunnen ze niet altijd op me tellen. Maar deze dag met de carnaval, mij niet bellen. Alaaf. Veel plezier. Jullie bestaan dit jaar 66 jaar met de Leemknijers. Staan er dit jaar ook wat extra's op programma in de Leemkuil? Jazeker. We hebben dit jaar nieuwe steken in ontvangst mogen nemen van de Prinsensteek. Zie hier onze nieuwe steek. En onze dansgaardes zijn ook in de nieuw gestoken, dus dat is al gebeurd. Verder staat er in het weekend van 5, 6 en 7 januari ons jubileumweekend hebben we dan te goed. Een jubileumweekend hoor ik. Komt er dan ook een tent bijvoorbeeld naast met de kermis? Ja, inderdaad. Die tent zal komen staan bij de rotonde naast de kermis. Alleen de tent zal een andere invulling krijgen. Dus er komt ook een andere tent staan. En ja, natuurlijk de carnavals aankleding zullen wij dan op ons nemen. Dat klinkt heel veelbelovend. Drie dagen feest. Wat kunnen de mensen precies verwachten? En wat gaan jullie op 5 januari doen op de vrijdagavond? De vrijdag is de avond voor Q Music, Foute Party, 4 uur fout. Dus dat is een show die hebben we weten te strikken voor jong en oud. En die zien we dan ook graag allemaal verschijnen op vrijdag 5 januari. Klinkt als een gegarandeerd succes. Ja, en de volgende dag op zaterdag, wat is het dan te doen? Die zaterdag dan hebben we ook een drukke dag. Dan beginnen we om 2 uur de middag met de jeugdsleuteloverdracht. Dan zullen vele verenigingen uit de regio komen om de sleutel in ontvangst te komen nemen. En s'avonds beginnen we om 7 uur met enkele zusterverenigingen te ontvangen. Om 8 uur komt Kleefse Tun. En om 9 uur zal Party Criminals komen. Nou, wat een spektakel weer. En dan moet de zondag nog beginnen. Wat doen de Leemknijers dan op de 7 januari? Die zondag staat in het teken van de jubileumreceptie. Dan zullen de zusterverenigingen uit het land van Kuik komen. En ook uit Limburg zullen de verenigingen over de Maas heen komen, waar we erg blij mee zijn. We zullen die dag beginnen met om 11 over 11. Die dag is vrij entree, dus iedereen is van harte welkom om het spektakel te komen aanschouwen. Ja, voor de vrijdag en zaterdag zijn kaartjes nodig. Zijn die al te koop? Nee, momenteel nog niet. Maar vanaf eind november kunnen voor de vrijdag in de zaterdag kaarten worden gekocht. En ook kun je een combinatie van de kaarten kopen, dus een passepartout, waarmee je voordelig uit bent. Dat belooft een spectaculair weekend te worden, Loevoort. Mag ik jou bedanken, Bram, en heel veel succes wensen met de organisatie van jullie 66-jarig jubileumweekend op 5, 6 en 7 januari. Ja, graag gedaan. En wij hopen iedereen terug te zien op ons jubileum, ons 66-jarig jubileumweekend.